De Gamersnet Dreamhack Vlogs worden mede mogelijk gemaakt door Intel Pack for Dreamhack en Monster Energy Drink. Welcome to gamersnet.nl. That's really hard to say, you know? Yeah, sorry about that. We'll change the name. Yeah, please do. Wow. Goedemorgen, welkom op dag 2 van Dreamhack. En het was gisteren behoorlijk laat. 3:30 of zo, of 3:30. 3:30 gingen we geloof ik slapen. We hebben net al ontbeten. En we zijn nu eigenlijk een beetje aan het editen en zo. Een beetje aan het werk. Ik ben wat aan het mailen. En Tom is wat aan het editen. Een nieuwe vlog. En we gaan straks naar Dreamhack weer. En dan gaan we toffe dingen beleven. En dan hoop ik heel erg dat we erachter komen wat ik moet gaan kopen. Ja. Nou, we zijn weer gearriveerd op Dreamhack. We hebben vandaag niet echt een plan. Nou, ja... Een keer rondkijken naar bijzondere spullen. Ja, kijken wat we gaan doen. Maar dat is natuurlijk ook een beetje een ding. Voor die hele aftermovie en zo. Dan moeten we ook eigenlijk een beetje weten van jullie. Wat jullie willen zien van Dreamhack. Weet je, ja. Wil je de vette kasten zien? Heb je eens iets van... Ga op zoek naar gewoon lijpgeile cosplayers of zo. Ik weet het ook niet. Ga iets... Geef ons een input. Dan weten wij ook wat wij moeten doen hier. Ik heb het idee dat op alle antwoorden het woord ja... Ja, er is nooit zoiets van nee, doe dan maar niet. Het is altijd, ja, doe maar gewoon alles. Jullie hebben tijd en manschap genoeg. Ja, dan doen we toch gewoon lekker alles. Wij hebben Tom namelijk. Ik ga eten. Kijk, Peter gaat natuurlijk een leuke goodie meenemen. En daar mochten jullie op stemmen. En dat is natuurlijk heel tof. Maar ik heb zoiets van, goodies zijn leuk. Maar uiteindelijk is het eigenlijk vetter om iets mee te nemen waar je ook echt iets mee kan. En ik hou van een goede gamingkast. Dus ik heb alvast één ding wat ik denk dat ik mee wil nemen. Dan moeten jullie stemmen. Misschien komen er wel andere dingen, maar ik denk gewoon dat dit hem wordt. Het is namelijk de hamer van Thor in kastvorm. I shit you not. Dit is een PC. Je kunt erin kijken. Echt serieus, maar ik film het. Maar nou zou het wel heel erg Peter-achtig zijn om dan te zeggen... Ja, kijk, dikke PC! Zit een videokaart in! Even voor mijn Battlefront buddies. Zullen we sparen voor zo'n setup? Dan komen we gewoon op onze beurt. Spreken we ergens af. Let op. Oh, baby, a triple! Oh, yeah! Ik wil dat. Ja? Ja. En de votes are... De Funko Pops, 0 points. From the Netherlands. Thank you, Maurice. Nee, helemaal leuk. Jongens, jullie hebben gestemd. We hebben een beetje geteld. Firefly deed echt heel goed. Dat hadden wij niet verwacht. We hadden verwacht dat Firefly het niet zou worden. Funko Pop wordt het ook niet. Het wordt de poster, jongens. En dat is best wel, hebben jullie best wel vervelend gedaan. Want het is Black Friday vandaag. Het is 20% korting op de Funko Pops en op de comics. En wat jullie kiezen is eigenlijk gewoon... Het geeft wel bijna. Maar goed. Het is de poster, ja, daar hangt hij. Hij gaat hem straks pakken voor me en dan ga ik hem afrekenen. Het is 500 kronen, dus moet je maar even omrekenen. De Zweedse kronen, moet je maar wat dat kost. Wat jullie mij al bij waren gedaan, dat is de duurste. En die gaat bij mij thuis of op kleine schiel hangen. Super bedankt voor het stemmen. En ik neem toch de Funko Pop mee, want het is 20% korting. Doei. Nou, de avond is gevallen en dan moet je natuurlijk een hapje eten. Maar iets gezonds eten, daar zit er niet in. Nou ja, je hebt een broodje. Ja. Daar is er. Maar voor de rest is het eigenlijk alleen maar gewoon fastfood. Oh, en Belgische wafels. Lekker, ja. Benelux. Lekker, ja. We hebben hier ook korf en hamburger. We hebben pulled pork. De hamburger, kebab, pizza, Tex-Mex. Ik ben vooral benieuwd waar de paardenballen zijn. Ik wil het ook weten. Maar ja. De hele omtrek om zeg maar, de hal heen is alleen maar eten. En dat is best wel veel. Food is everywhere. Food is everywhere. Boys, wij hebben gisteren gewonnen. Met de raffle in de pub. En ik zat net de vlog terug te kijken. We waren een beetje dronken. Sorry daarvoor. Lenny had het door. Lenny zei in Gamers at Radio. Jullie waren een beetje tuit. En het klopt ook wel. Ja. Ja. En, maar we hebben de prijs nog niet laten zien. Nou, dus... we hadden dus een Cooler Master CM Storm Mech. En die is end of line, die kun je niet meer krijgen. Of ja, nee. Die kun je nog wel krijgen, maar ze maken hem niet meer. Maar we hebben er gewoon een. Pak hem erbij. Ik vind het zo grappig dat je elke keer we zegt, terwijl het toch echt mijn toetsenbord is. Mijn! Mijn. Misschien moet je koffie even ja, weg. Ja, oké. Okay, dit is hem. Hallo. Jongens, de CS Storm. CM.
CS Storm, Counter-Strike Storm. Ik dacht serieus. Dat zijn tornado's die met elkaar schieten. Piep, piep. Van Koenemans, maar dat is serieus. Het enige in mijn setup wat nog ontbreekt is gewoon een vet toetsenbord. Want ik heb echt een Logitech uit 1993. En die doet hartstikke goed, daar ben ik niet van. Maar nu heb ik gewoon een stalen toets. En ik pak hem expres zo vast. Want het is gewoon hoe ik gewoon straks op de straat een beetje roll. Zo ouderwets, alsof je een beatbox hebt. Maar dan met digitale. Met cherry. Don't you! Maar dude, kijk eens, kom eens. Kijk hoe vet het is. Ik ben gewoon zo type en gamer. En hij heeft extra special features. Je zal de komende tijden, tijdens mijn streams, heel vaak meemaken dat ik over Bluff praat. De band. Want ik heb nu allemaal knopjes. Want dit is een Noors toetsenbord. Dus kijk, hier zitten knopjes. Ze zitten helemaal niet in de weg. Het zijn gewoon leuke extra knopjes. Dan kan ik allemaal Noorse tekens toetsen. En hier is deze ook anders. En dit is macro. Mokro. Ah, de mokro toets. Nee, maar sabi. Verder is hij wel gewoon QWERTY. Dus hartstikke goed. En ik ben hartstikke blij. Maar hij is echt zwaar. Hij is echt metaal. Hè? Best wel pijn. Dat is toch schattig? We staan gewoon in het restaurant van ons hotel. Je mag draaien van rond. Echt super, super classy. Nee, echt alleen de boom is eigenlijk classy. Maar er staat een kerstboom, dus daar is al fantastisch. En het is het einde van de vlog. En ik denk, we geven iets weg. Want we hadden het al eerder gezegd. Ik zei het volgens mij al in Gamers at Radio toen ze inbelden. Dan zeiden we het gisteren ook al. Ik weet niet meer, we hadden veel bier op. Maar we waren aan het suipen met de gasten van Riot Games, van League of Legends. En dan weet ik dat er heel veel League of Legends spelers zijn. En die willen altijd iets tofs van ons winnen. Ze zeggen altijd, waarom hebben jullie nooit een giveaway met iets van League? En dat snap ik. We hebben geen contact met die gasten van Riot. Gisteren wel, helemaal lam geworden met die jongen. Echt superleuk. Leuke Ier ook. Dus ik heb League of Legends codes, dingetjes. Twee. Ik heb twee champions. Twee champions die ik weg kan geven. En dat doe je gewoon. Je kunt kans maken door te reageren hieronder. Dus sowieso als je op YouTube kijkt, liken. Reageren. Dus dat kan ook op Gamersnet natuurlijk. Gezellig, doe dat. En natuurlijk als je op beide reageert, extra kans. Het zijn twee champions en skins. En dan moet ik wel. Ik moet het zeg maar voorlezen, maar niet dat jullie de code kunnen zien. Dus ik hoop niet dat je dat kon zien net. Het zijn Arcade Riven en Academy Ari. En de kunst is dus gewoon reageer, zeg van wow, ik heb fucking, ik ben platinum en ik ben super lijp en hier is een video en weet ik veel. Laat even zien dat je dit echt wil, dat je echt een League speler bent en dat je hier echt als een man ermee tekeer kan. En dan geven wij dus twee van deze dingen weg. Het zijn champions, het zijn skins, het is van alles. Reageer en win. En vergeet vooral ook niet te liken en te sharen en te abonneren. En een keer op Gamers te kijken en ons te liken op Facebook. Niet dat het moet, maar weet je, we waarderen het. We zijn hier hard aan het werk, jongens. Dus doe je ding en reageer en win. League. League, eindelijk, jongens. Op Gamersnet. League giveaways. Wow.